Voorzitter, in het verleden was een goede leider iemand die de juiste keuzes maakte voor zijn onderdanen. De leider woog de risico's en de schade af en nam naar eer en geweten de beste beslissing. Hoe anders is dat nu? We noemen deze coronacrisis een gezondheidscrisis, maar feitelijk is het een bestuurscrisis waarbij incompetentie en angst met elkaar wedijveren om de eerste plaats. Ira Helsloot noemde dit terecht beleidsisomorfie. En dit is het fenomeen waarbij een leider bij zijn beleid geen kostenbatenafweging maakt, maar kijkt naar de strengste landen om zich heen, dat een beetje kopieert en ervoor zorgt dat hij nooit aangesproken kan worden op een risico dat hij heeft genomen. En het gevolg is dat de keuzes steeds risicomijdender worden. Dit kabinet zal daarom nooit afgerekend worden op de nevenschade van de dodelijke lockdowns, de schoolsluitingen, de avondklok en de zinloze mondkapjesplicht. En dat is niet terecht, maar wij wachten met vertrouwen de parlementaire enquête af. Voorzitter, na anderhalf jaar schadelijk zwabberbeleid waarbij de zorg niet werd opgeschaald, het vaccinatieproject ontspoorde en de samenleving al meer dan een jaar op slot zit, komt de minister nu weer met een nieuw dramatisch idee, namelijk de testsamenleving. En dit idee kwam zo plotseling in hem op dat er geen tijd was om een aanbesteding te doen voor een pilot van 925 miljoen euro. Hoeveel extra IC-bedden met bijbehorend personeel hadden we kunnen organiseren voor dit astronomische bedrag? En welk onderzoek is er gedaan naar de wenselijkheid, de impact en de schade van een dergelijk verschrikkelijke schijnoplossing? En kunnen we dit rapport dan op korte termijn krijgen? Voorzitter, wanneer heeft de minister precies besloten dat we over moeten gaan op sneltesten, voordat we ergens aan mogen deelnemen? Pure misleiding, omdat veel mensen zich juist hebben laten vaccineren in de veronderstelling dat ze daarmee hun vrijheid zouden terugkrijgen. En waarom beantwoordde de minister vorige week op mijn vraag wie het zou gaan betalen niet gewoon dat we de volgende dag een wetsvoorstel zouden krijgen waarin staat dat de klant 7,50 per test gaat betalen? Wist hij op dat moment al van dat voorstel? Voorzitter, de PCR-test is een test die zonder aanvullend klinisch onderzoek niet kan aantonen of iemand besmet is of besmettelijk is. En naast het feit dat asymptomaten überhaupt geen risico vormen omdat ze niet besmettelijk zijn, is het onzinnig om mensen zonder klachten te testen. Maar bij de antigeensneltesten is de situatie nog veel erger. Onderzoek van het LUMC naar de sneltesten van Abbott toont aan dat zelfs in een ziekenhuissetting van de mensen met klachten en een positieve PCR-test maar liefst 40% niet gedetecteerd wordt met deze sneltest. En naast de standaard vals positieve krijgen we dus nu ook te maken met een enorm percentage vals negatieve. Er worden straks miljarden uitgegeven voor de illusie van veiligheid in de testsamenleving, terwijl dit technisch gezien totale onzin is. En ik vraag me af, waarom wordt het risico van een field lab met 10.000 mensen wel genomen, maar is het risico van het openen van de terrassen nog steeds te groot? En wat zijn de jaarlijkse geschatte kosten voor de samenleving als deze massatestdystopie werkelijkheid wordt? En welke fysieke, psychische en emotionele schade zullen onze kinderen oplopen als zij een paar keer per week getest moeten worden om naar school te mogen? En aan welke toxische stoffen worden zij bij deze testen eigenlijk blootgesteld? Voorzitter, dit kabinet komt met de ene schijnoplossing naar de andere en de schade is niet te overzien. En dat terwijl de oplossing zo simpel is. Bescherm de kwetsbaren, zorg dat er voldoende capaciteit is in de zorg en blijf thuis als je ziek bent. Maar dit kabinet dendert door op het pad van destructiviteit. En daarom doe ik een oproep aan alle Nederlanders. Laten we stoppen met deze gekte. Laten we ons gezond verstand weer gaan gebruiken. En laten we niet meedoen aan deze waanzin van dit kabinet. Dus laat je niet meer testen als je geen klachten hebt. Zelfs premier Rutte hier heeft verklaard dat het geen zin heeft om je te laten testen als je geen klachten hebt. Dus laten we dit goede voorbeeld volgen. We moeten dit kabinet weer onder controle krijgen en onze vrijheid terugpakken. Dus geen klachten, laat je niet testen. Laten we deze onzinnige testsamenleving boycotten. Dank u wel, voorzitter.